Naast Raoul, een actrice die we kennen van de tv-serie Dunja en Daisy. Ze won een Emmy Award voor de tv-film Offers. Wie weet wat ze vanavond wint. Mariam Hassouni. Van alles. Van alles en nog wat. Ze hadden elkaar gewoon een tijd niet gezien. Ja, gewoon lekker bij te kletsen. Ja, een beetje ja, lullen. Ja. Ja, zo lang geleden. Heb jij er heel veel over gelezen al? Nee. Nee, ik weet ook mijn god niet wat ik... Volgens mij zit ik in het verkeerde programma, joh. Dit is strippoker. Ah! Nee, dat zit ik wel goed. Ah, daar zit je wel. Nee, dit is... Ben ik heel snel klaar zo te maar zien. Ik vind ook... Ja, ik denk dat ik... Klaar. Ik denk dat ik... dat was echt heel leuk. Nee, het is volgens mij de Afrika-top en de Euro-top. Wat ik eigenlijk erg vind, dat wij niets van China weten. Dat vind ik gewoon raar. Weet jij iets van China? Weinig. Wat is dan wat je wel weet? In Azië. Ik heb het gevoel dat ik, dat ik echt zo'n eindexamen aan het doen ben of zo. Heb je dat dan al gedaan? Ja. Ja. Nee, dat doe ik niet zo. Wat eindexamen heb je gedaan? Heb ik gedaan, ja, eindexamen. Ja. Maar ja, maar eigenlijk, ik ben meer van... Ja. Ja. Van het dankwoord. Van gewoon luisteren en... Dat jij gewoon stil, dat is nooit op tv. Gewoon mensen even nadenken en stil zijn. Dat vind ik echt. Ja. Dan ga jij er meteen zo zitten. Dat je het voor me opneemt. Ja, dat is mijn functie. Ja. Ik vind het wel mooi, wat heb je gezegd? Nou, ik had eerst een best wel lange speech en het was best wel politiek beladen. En, want Offers is een film over terrorisme. Dus, en ik heb er wel een soort van mening over. Maar toen las mijn agent mijn speech en die zei... ik denk dat je een nieuwe speech moet gaan schrijven. Ja, dus ik ben toen iets anders gaan schrijven. Wacht even, maar dat is toch eigenlijk... Sorry dat ik u onder... Nee, maar ik snap... Nee, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb, uiteindelijk. Ja? Ja. En je nu een stuk... Nee. Dood dan niet, Nee, maar het is toch jammer. Dat zijn jouw woorden. Dat zijn mijn woorden. Dat zijn ook mijn woorden. We zijn teamgenoten. Ja, wij zijn helemaal... Maar vindt, het is toch ik durf niet meer over straat nu gewoon. Nee, ik durf niet meer, denk van mij. Nee, maar vind, is het toch naar dat, dat zo'n agent dat het zo is nee, dat nee, je dat ik, niet mag nee, zeggen? Nee, ik snap het wel. Want sowieso, toen ik... Mijn categorie was als ene laatste. Dus toen hoorde ik ook al die speeches. En het, waren, ja, het was heel snel en heel erg oppervlakkig. En ik was heel erg blij uiteindelijk dat ik hem had ingekort. En dat ik het ook een beetje oppervlakkig gehouden heb. Maar wat heb je wel? Zegt waarom die film, waarom ik het een goede film vond. En iets over de rol. Dat... En uiteindelijk heb ik in drie talen dankjewel gezegd. In het Arabisch, Engels en Nederlands. Ik had eerst een lijstje gemaakt met allemaal mensen die ik moest gaan bedanken. Maar niemand deed dat. Je had ook nog maar 30 seconden de tijd om... Ja. Dus anders word je het podium afgetrapt. En daar had ik ook niet zoveel zin in. Dus ik dacht, nou ja... Ligt aan Louis natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Maar als je eenmaal de positie hebt dat je heel, overal beroemd heel veel prijs hebt... ga je dan op een gegeven moment... Komt er een moment dat je wel gaat zeggen wat je echt wil zeggen? Nee, maar dat doe ik ook. Maar op zo'n gelegenheid is het denk ik toch niet heel handig om zoiets beladen te zeggen. Maar toch, ik denk dat je dan heel erg choqueert. Ja, maar, dat is ja, toch... maar ik ben niet van choqueren, joh. Ik denk niet dat je daar heel veel mee bereikt eigenlijk. Ik denk mensen schrikken en die gaan dan meteen een soort van mening vormen voor zichzelf. En ik vind dat als is toch je... juist, Nee, maar misschien, ik vind dat je er eerder over... Ja, je moet erover nadenken en waarom je iets vindt. En ja, ik weet niet. Ik ben niet zo van, ja, ik heb nu een mening omdat dit en dat en dat. Je moet er veel meer over... Ja, ik weet niet. Iemand nog iets over... Wat is sowieso het nieuws? Maar ik kan me voorstellen, nou, zo'n groot als 20 miljoen mensen naartoe willen, dat is wel nieuws. Maar om dan allemaal idioten te laten zien. Ik zag gisteren ook een. Met die stroom, dat stroomgedoe dat die uitgevallen is. Ik was vroeger heel erg fan van Spice Girls. Dus ik vind het alleen maar leuk dat ze weer bij elkaar gaan. Dat ze weer gaan. Ik hoop dat ze een nieuwe CD gaan uitbrengen. Ik denk dat ik hem echt wel ga... Ja. Is dat smakelijk? Is Spice Girls niet een ding dat je... Oh, sorry. Ik kan me nog herinneren toen ik in groep 7. Dan hadden we met vriendinnen. En dan de ene was Emma en de andere was Melanie C. En de andere Melanie B. En, dus dat was heel leuk. En, wie was jij dan? Ik was Melanie C. En wat was het speciale aan... Zeg maar sportieve meisje. Dit zijn niet de Teletubbies, hè? Nee.
Nee, ik haal daar speciaal dingen om daar... die bij jouw typetje hoorden. Ja, Zoals ik bijvoorbeeld heel goed een bommelen waarde na kan doen. Okay. Zijn er dan dingen die jij ook speciaal deed omdat jij Mel C... Nee, ik was vroeger heel erg sportief. Ja, nu niet meer, maar ik was toen heel erg sportief. Nee, je ziet er dik uit. Het heeft niet te maken met alleen maar uiterlijk. Het heeft wel te maken met conditie. Ah, als ik alleen de trap op moet, dan ga ik al hyperventileren. Dus dat een beetje, dan til ik je gewoon. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Ja. Had je er alvast... Mijn struik staat daar. Ja. Mijn struik staat daar. Ik zit daar... Nou... 1, 2, 3. Zal ik even doen? Zeg jij wat belangrijk? Ik zeg wel start. Hey, go. 1. Ja. Schitterend. Ja. Gênant. Vond je dat leuk? Ik vond dat schattig. Vind je dat schattig? Ik vond het zo schattig. Dat ze op het journaal een juf gaan interviewen omdat er een meisje komt? Nee, ja, ik vond haar heel lief. Ik vond Amalia echt heel lief. Zo binnenloopt zo met een mooie jasje, met een mooie kleding. En papi en mami. Ja, ik vond het zak aan. Ik vond het heel lief. Maar jij vindt kinderen gewoon lief? Ik hou heel erg van kinderen, ja. Ah, okay. Ja, ik wil later ook een elftal. Een elftal? Ja, dus mijn moeder moet nu alvast gaan beginnen. Nee, ja. Maar... Hoe blijft je moeder? Het fietshok is hierachter, dus... Ja. Denk, wat denk je dan? Eerst zo, zonder te denken deze keer zo. Zonder te denken, nu ga ik dus automatisch denken. Dus ja, dat is stom hè, als je zegt niet denken, dan ga je denken. Ja. Ja. Zo breng ik de vrouwtjes in de war. Ja, zeker. Heel verwarrend, ja. Ineens ligt er zo'n nugget in je kaart. Ze weten niet hoe ze het... Even, het deed me wel pijn of zo om dat te zien. Ik ben zelf ook gelovig, ik ben zelf moslim. Mm-hmm. En om iedere keer... Ik voelde me echt aangevallen. En misschien was dat niet haar bedoeling, maar het deed mij echt pijn. Maar dat is... Nee, dat was juist wel haar bedoeling. Dat ik weer iedere keer het gevoel heb van... dat het belachelijk is om moslim te zijn of om te geloven. Dat het in deze tijd eigenlijk een beetje achterlijk is... als je nog in een god gelooft of in een profeet gelooft. Mm-hmm. En dat daar maar iedere keer maar van dat soort oppervlakkige... van dat soort grappen worden gemaakt. Maar en je denkt... eerlijk dat moet zijn. Ik ben bang voor de gevolgen of... weet ik veel wat, maar inderdaad er niet gewoon slap omheen lullen. Als je ballen hebt om iemand eruit te sturen, moet je ook ballen hebben om eerlijk te zijn.